Hey, dag lieve vrienden. Dankjewel om hier bij mij te zijn. Vandaag vertel ik over drie dingen die je tegenhouden om voor jouw droom te gaan. De eerste is jezelf niet belangrijk genoeg vinden. De tweede, faalangst. En de derde, perfectionisme. En ik ga ze allemaal uitleggen aan de hand van mijn persoonlijke ervaringen. Op dit moment ben ik ook volledig aan het gaan voor mijn droom. Een droom die ik al lang uitgesteld heb. Ik ben begonnen met een online cursus te volgen. En dat heet Fulltime Purpose. Want mijn fulltime purpose is, ik wil heel graag intuïtieve life coach zijn en daar mijn business van maken. En dat is een urge, dat is een iets dat al lang binnen in mij zit en naar buiten wil komen. En ik heb al verschillende keren geprobeerd en elke keer hou ik mezelf terug in. En ik heb nu gezien dat die drie dingen die ik daar straks vermeld heb, dat de grootste dingen zijn die mij tegenhouden om voor die droom te gaan. De eerste is mezelf niet belangrijk genoeg vinden. En ik begin mij dan te vergelijken met anderen. Die zijn toch beter, denk ik. Die hebben veel meer succes. Wat heb ik te vertellen? Ik heb 1 life coachingsopleiding gevolgd. Ik heb niet zoveel kennis. Gaan mensen wel naar mij durven luisteren? Willen luisteren? Gaan ze mij wel geloven? En dus dat is een van de grote dingen die mij tegenhoudt. En ik weet nu ondertussen dat dat niet klopt. Dat het vooral onze persoonlijke levenservaring is die ons zoveel leert. En door die te delen met jou, of jij vertelt dat aan anderen, breng je iets wakker in iemand anders. Het gaat niet over de kennis die je kent. Die is ook belangrijk. En tegelijkertijd ook niet belangrijk. Nu ben ik even mijn draad kwijt. Maar het gaat vooral over jezelf belangrijk genoeg vinden om te gaan voor wat dat jij wil. En er is niemand anders die weet hoe belangrijk dat voor jou is. Jij weet waarom dat je ergens voor gaat. Jij weet wat dat jij wil. Niemand anders weet dat. Alleen jij weet dat. En het is die mindset van ik ben niet belangrijk genoeg die ons tegenhoudt om in ons kleine, comfortabele, belemmerende boxje te blijven zitten. En de enige weg eruit is door durven doorgaan en jezelf kijken naar hetgeen dat je wel goed kan. Als ik mezelf begin te vergelijken met anderen, dan doe ik niks. Want er is altijd wel iemand die meer ervaring heeft. Er is altijd wel iemand die beter is. Er is altijd iemand die wel misschien de juiste woorden heeft, of betere woorden, of sneller, of weet ik veel wat. Maar vergelijken met anderen, dan geven we onze kracht weg. En onze kracht is net ons unieke zijn, door alles wat wij in ons leven hebben ervaren. Hetgeen jij ervaren hebt in jouw leven, hetgeen je meegemaakt hebt in je leven, maakt jou uniek en speciaal. Hetgeen je niet meegemaakt hebt, maakt mij uniek en speciaal. En dat is het enige en zo belangrijke dat ik kan geven. Dus die mindset van jezelf niet belangrijk genoeg vinden, die kunnen we omdraaien. Door te kijken naar wat is wel goed aan mij? Waar ben ik fier om? Waar ben ik dankbaar voor? Wat doe ik goed? En vooral niet alleen die uiterlijke dingen, maar vooral het voelen binnenin. Het voelen binnenin, het diep weten dat jij perfect bent zoals je bent. Met alles erop en eraan. En onze mind zal altijd wel iets vinden waardoor dat jij niet belangrijk genoeg bent. Altijd. Maar weet dat jij perfect bent zoals je bent. Een van de dingen die mij helpen om die mindset te veranderen, is te gaan kijken naar de dingen waar ik fier over ben. En ik schrijf dat neer in een boekje. Om naar mijn mind, en misschien dat jouw mind dat ook doet, heel makkelijk gaat
kijken naar alle negatieve dingen, de dingen die ik niet goed gedaan heb, de dingen die ik vergeten ben, die ik nog niet gedaan heb. En een van de trucken om te gaan zien van, hé, jawel, ik ben wel goed genoeg, is kijken waar je fier over bent en dan neerschrijven in een dagboekje. Een van de dingen waar ik nu bijvoorbeeld heel fier over ben, is dat ik hier voor deze camera zit en met jullie aan het praten ben, met jou aan het praten ben. Omdat de andere grote pijler die me tegenhoudt, faalangst. Ik ben altijd bang om te falen, bang om te mislukken, bang om iets verkeerd te zeggen. En uiteindelijk ben ik bang dat mensen met mij gaan lachen, dat ze kritiek gaan geven en dat ik me een loser en een mislukkeling voel. Dus faalangst is ook iets dat ons enorm tegenhoudt, dat mij alleszins enorm tegenhoudt. Omdat ik het gevoel van ik ben een loser, ik ben een mislukkeling, verschrikkelijk vind. Heel mijn lijf wordt dan, dat is dat kleine lintje dat zich ongelukkig voelt, ongelukkig, verdrietig. Omdat ik ga kijken naar de dingen die ik niet goed gedaan heb. Omdat ik ga kijken naar de fouten en mijn fouten ga zien als een mislukkeling. En dat is iets waar we met faalangst kunnen veranderen, is je kan kijken naar de fouten die je maakt. Dat zijn geen mislukkelingen, mislukte dingen, maar dat zijn groeimomenten, leermomenten. Dus faalangst kan je omdraaien door naar je fouten te kijken en die te zien als een groeimoment. Ik ben met deze video een aantal keer opnieuw begonnen en nu heb ik zoiets van go for it. En er zijn fouten, ik verspreek me, ja. En dat is oké. Het is oké om fouten te maken. Het is oké om die dingen te doen en daaruit te leren. Het is heel van ja. En het is oké om dat gevoel te ervaren van ik ben een mislukkeling. Want weet dat dat alleen maar een gedachte is in ons hoofd. Wij denken dat we mislukt zijn, omdat onze mind de fout interpreteert als een mislukking. Maar dat is alleen maar onze mind, dat is een kleine perceptie. En nu moet ik denken aan iets wat dat Eckhart Tolle dikwijls gebruikt is. Onze mind is maar een heel klein, een perceptie is maar een heel klein fragment van kijken naar iets. Hij zegt, als je bij wijze van spreken een meter opzij gaat en kijkt naar hetzelfde, dan ga je dan van een heel ander viewpoint zien en van een heel andere hoek, angle zien. Dus weet datgene dat onze mind zegt, dat dat maar een hele kleine perceptie is die wij zelf creëren. En die creatie, die mindset, kunnen wij veranderen. Door op een andere manier te gaan kijken naar een fout. Bijvoorbeeld de versprekingen die ik maak, te gaan kijken van, oké, dat is een deel van wie ik ben. Dat is een deel van mijn enthousiasme van het uitleggen, het leren ook nog. Ik ben nu aan het leren om te groeien. Ik ben aan het leren om mijn droom in de wereld te zetten. Die intuïtieve life coach in de wereld te zetten. En die fouten, die versprekingen zijn er een deel van. En misschien verdwijnen die door de ervaring die ik opdoe. Door hier nu voor die video te zitten. Voor de camera te zitten. Misschien niet. Misschien blijft dat een deel van wie ik ben. En ik wil die er ook niet uit, omdat dat op dit moment deel is van wie dat ik nu op dit moment ben. En ik ben niet helemaal perfect. En dat mag gezien worden. Want die imperfectie is aan de buitenkant, om het zo te zeggen. Ik weet dat ik van binnen perfect ben zoals ik ben. Mijn buik weet dat, mijn ziel weet dat, mijn diep weten weet dat. En soms begint mijn mind van, ja, Lien, ben jij wel zeker dat je helemaal perfect bent? En dan komen we aan het derde stukje, perfectionisme. Perfectionisme is iets dat je eindeloos op kan wachten voordat je echt voor jouw droom gaat.
Als ik wacht tot deze video of de andere video's perfect zijn, voordat ik mijn droom ga, voordat ik online mezelf laat zien, dan kan ik eeuwig wachten. Want mijn mind zal altijd wel iets vinden dat hij zegt van dat is daar toch niet zo goed. En dat is toch ook niet zo. En dat zou beter kunnen. En dat perfectionisme is achter een geest aanlopen. Achter een spook. Dat bestaat niet. Dus we kunnen dan altijd blijven wachten. Een van de dingen die ik zo mooi vind, en dat mij heeft toen stilstaan bij perfectionisme, is... We hebben 10 jaar op een boot gewoond in de Caraïben. En daar zag ik heel dikwijls een restaurant of een cafeetje of een winkel die niet perfect was. Daar was kalk van de muur of de stoelen waren half stuk. Of daar stond een tafeltje en daar stond nog rommel. En dan was ik altijd blij om dat te zien. Ik was blij om te zien van, hey, die mensen durven gaan voor hun droom, terwijl dat het in mijn ogen, dat is hoe ik er naar kijk, niet perfect is. En dan was ik altijd blij, omdat ik zelf dat nog niet durfde. En nu durf ik het wel. Nu durf ik onperfect hier voor jullie te zitten en mij te laten zien zoals ik ben. Dus lieve vrienden, weet dat perfectionisme is een droom, is een droom, is een spook. En dan kan je altijd blijven wachten. En dat is een mooie uitvlucht van jouw mind om niet te gaan voor de droom die jij wil. Om niet te gaan voor jezelf. Om jezelf niet belangrijk genoeg te vinden. Dus wat ik voor jou vooral wil zeggen en meegeven is... Deze 3 gevoelens van jezelf niet belangrijk vinden. Faalangst en perfectionisme... Die zullen altijd om de hoek komen kijken. En weet dat dat oké is. Weet dat dat niet is wie dat je bent. En weet vooral dat dat er niet is om je tegen te houden. Dat is een deel van het proces. Omdat jij gaat stappen in een richting waarvan dat jouw kleine beperkte mind niet weet waar het naartoe gaat. Jouw mind is bang voor het onbekende. Jouw mind is bang voor iets nieuws. En wil dus jou veilig houden. Het is een safety mechanisme van je mind om je in jouw bekende en ook beperkte boxje te houden. Dus op zich zijn die gevoelens van faalangst en van perfectionisme en jezelf niet belangrijk genoeg vinden, als die naar boven komen, weet dan dat je in de juiste richting bent aan het gaan. Omdat het een veiligheidsmechanisme is van je mind om te houden waar dat je al heel lang was, maar waar dat jij nu uit wil stappen. Weet dat de enige manier om voor jouw droom te gaan is de eerste stap vooruit te durven zetten. Ondanks de faalangst, ondanks het perfectionisme, ondanks het jezelf niet genoeg vinden, durf te stappen. Voel het maar. En neem jouw kleine kindje bij de hand. Jouw kleine kindje dat bang is. Neem het bij de hand. En zeg, het is veilig. We gaan 1 stapje zetten in de richting van jouw droom. Wat is voor jou de eerste stap die jij nu kan zetten in de richting van jouw droom? En neem je kleine kindje mee dat bang is om te falen. Dat bang is om het niet belangrijk genoeg te vinden en perfectionisme. Neem het mee en vertel maar dat het oké is. Het is oké. We gaan 1 stapje zetten. Het is oké. Dus, wat is de eerste stap die jij nu kan zetten om voor jouw droom te gaan? Ga ervoor. Doen. Het is fantastisch. Eens je die stap gezet hebt, is het fantastisch. Dat is hoe ik het nu ervaar. Ik ben blij dat ik die stap gezet heb. Ik ben blij dat ik hier voor jullie zit. En dat ik dit met jullie kan delen. Dus ga voor je droom. Zet die eerste stap. Ik wens je nog een hele fijne dag. Een hele fijne ontdekkingstocht naar jouw droom.
en heel graag tot een volgende keer.